En jij, waar woon je zelf? In Sneek, geboren en getogen. Ah, oké. Okay. Ik zeg, de Joeken woont ook in Sneek, dus... Oké. Wat is dit? Mijn benen, in je borst, op jouw rug, sorry, zit tegen mijn borst, daar is makkelijk met aanraken. Ja. Nou, je zit niet direct vanaf het begin maar vast, maar op een gegeven moment gaat je arm vastmaken. Je zit dan met vier haken vast. Ja. Elke schoen even een keertje. Ja. Jij het zeker weet, maar dat denk ik ook zeker. Ja. Een brilletje doe je al vlak voordat we eruit gaan, anders beslaat hij. Maar mocht hij nou toch beslaan, dat... ja. Dus die gaan eerst gaan ze met z'n vijf en dan voel je ook echt een vliegtuig. En je bekken, hè? Dat doe je wat naar voren, een beetje binnen aanhouden. Wat je moet doen, ja, nou, je mag wel op mijn linker, die zelf niet weg. Dit ja, nou, dit is even vast. Dit was nou. Nou, André en ik die kijken naar. Hij lacht, André. Hier wel. Daarna doen we echt een beetje 1, 2 en dan gaan we eruit. Hè? Als hij even middelvinger, tong, wat jij wilt. Maar even één keer omhoog. Ik zie nou alleen maar een haar. Ja, want ik heb het vorige keer al geweest door. Ik heb zo'n vraag aan het gaat bij jou hoor. Gaan we sturen. Als je zegt, ik wil rustig gaan uitzien, vind ik wel prima. Wil jij een beetje zo? Zo.
jongen. Hey. Kijk eens naar voren. Toppen! Yo! Maak ik je los? Ja. Moet je wel aan op. Ja. Hier even over de schouders doen. Ja. Hey! Hier. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. André, dankjewel hè. André en Erik, jullie bedankt. Mooi, man. Yo!